goed om Beijing om als waarnemer als kandidaat thuis te worden beëdigd. En u doet het verzoek op basis van artikel 18 en artikel 9 van de landsverordening op het notaris van Bes. Ja. Ik neem aan dat dus de wet in de plaats is gekregen voor de landsverordening. Dus dat de bedoeling is dat die kwast is de wet. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de wettelijke regelingen en eerbied voor de rechtelijke autoriteiten. Dat ik het notarisambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onpartijdigheid zal waarnemen. En dat ik de wettelijke voorgeschreven geheimhouding in acht zal nemen. Zo waarlijk helpen wij God almachtig. Dank u wel. Kandidaat notaris met een extraatje. Wat er vandaag is gebeurd is dat ik dus mijn eed heb afgelegd. En dan als kandidaat notaris heb ik dan de bevoegdheid om als een notaris bijvoorbeeld verhinderd is, niet aanwezig is of for whatever reason, dat ik dan het ambt in zijn naam of namens hem kan uitoefenen. En in dat geval, dat betekent dat ik dan ook actes kan tekenen en die dan rechtsgeldig zijn. Dus dat is eigenlijk wat er vandaag is gebeurd. Ik word geen notaris, ik blijf kandidaat notaris, maar ik heb dan wel de bevoegdheden, dezelfde bevoegdheden als de notaris heeft. Het beëdigen is ook heel belangrijk. Klopt, het is heel belangrijk, want bij het afleggen van de eed wordt er eigenlijk ook aangegeven op welke manier eigenlijk je ambt als kandidaat notaris eigenlijk moet uitoefenen. Een van de onderdelen van de eedaflegging is dat het dus naar eer en geweten moet worden uitgeoefend. En ja, dus dat je eigenlijk echt op moet letten dat het is niet iets heel lichts. Het wordt eigenlijk heel zwaar. We hebben eigenlijk een best wel zware plicht als kandidaat notarissen, als notarissen bij het uitoefenen van deze functie. Ik vind het heel fijn. Ik ben heel blij dat ik vandaag mijn eed heb kunnen afleggen. En als zodanig wil ik eigenlijk de hele gemeenschap eigenlijk van Bonaire ook uitnodigen om bij ons langs te komen bij het kantoor van notaris Kenneth Arends. Daar ben ik dan samen met de notaris en mijn collega André Gosselaar, die ook kandidaat notaris is. Samen met al mijn andere collega's zijn we dan eigenlijk meer dan bereid om eigenlijk te helpen in alles wat de gemeenschap eigenlijk nodig heeft.